Vandaag heb ik voor jullie een hele toffe video, want we gaan het hebben over 7 pro tips in Fortnite. We hebben al zo'n video een tijdje geleden al gemaakt en die video vonden jullie heel erg tof. Die video heeft echt super veel weergave, dus ik dacht, laten we er nog een maken. Want blijkbaar vinden jullie dit soort video's heel erg tof. Ik wil even zeggen, ik ben geen pro, maar ik heb wel een aantal pro tips voor jullie. Dus nogmaals, als jullie deze video nu heel tof vinden, drop even een like, abonneer op het Vilvraag met het belletje aan. Ga ook eventjes naar shop.vilvraag.nl voor onze merchandise en gebruik onze support a creator code. Zou ik heel vet vinden als jullie dat even doen. Laten we nu maar gewoon gaan beginnen met deze video. Ik heb dus 7 super vette tips en ik weet zeker dat in ieder geval een aantal van deze jullie nog niet weten en dat een aantal van deze jullie ook heel erg gaan helpen met het winnen van potjes. Dus weet je wat, we gaan gewoon beginnen. De allereerste tip is een vrij simpele tip om te begrijpen, namelijk land bij de blok. En dan vraag je je af, waarom Dion, waarom moet je bij de blok landen? En dat ga ik jullie nu uitleggen, want de blok is gewoon by far de beste plek om te landen. Je hebt namelijk altijd 100% kans op een chest. Laat me zeggen, normaal gesproken als je in een game landt en je gaat een potje spelen, je loopt naar een locatie toe en je weet dat daar wel eens een chest spant, dan spant hij er niet altijd, laat me zeggen. Zo'n spannende locatie is niet 100% kans dat daar dan ook een chest is, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar in de blok is dat anders. In de blok is er altijd 100% kans dat er op een chest spawn locatie waar ook echt een span is. Bijvoorbeeld hier deze chest. Ja, ik ben nu een playground, dus hier is het altijd 100%. Maar hier zal dus altijd een chest staan op de, bij de blok. En waarschijnlijk hier beneden hoorde ik ook ergens een chest. Ik heb geen idee waar die nou precies is. Maar in ieder geval, op iedere chestlocatie is dus altijd een chest, no matter what. Tenzij iemand hem heeft weggehakt natuurlijk. Maar in principe staat er altijd een chest en dat is natuurlijk heel erg handig. Dan is natuurlijk nog een reden om bij de blok te landen. Namelijk, bij de blok zijn niet extreem veel mensen. Natuurlijk, als er een nieuwe blok is, komen er heel veel mensen. En daarnaast, de blok ligt op een hele mooie locatie. Namelijk, een beetje aan de rand van de map. Vanaf hier kan je door naar Tomato Temple of naar Wailing Woods of naar Lazy Links. En zo loop je langzamerhand naar de Circle. Dus dat is een reden. Maar nog een hele goede reden is dat je hier veel meer dan ook veel sneller kan farmen. Vraag me niet waarom dit is. Er zit bijvoorbeeld een verschil tussen deze en deze boom qua snelheid van farmen. Je krijgt wel van alle twee de bomen evenveel hout. Kijk maar, deze bomen zijn in principe hetzelfde. Alleen deze is wit. Alleen deze is, is gewoon bruin. Dus het zouden in principe dezelfde bomen moeten zijn. Maar deze boom die op de blok staat, hak je in twee hits weg. En deze boom moet je in 3 hits weghakken. Dus je bent gewoon een stuk sneller via deze boom. Ik ga jullie ook laten zien. Ik heb nu 20 hout. Laat ik voor het gemak het hout eventjes droppen. Zodat jullie weten hoeveel hout ik uiteindelijk heb. Dus nu heb ik 0. Ik ga deze boom weghakken. Nee, wacht. Ik begin bij deze boom. Dat is leuker, denk ik. Hier heb je de boom buiten de blok. Deze heeft als het goed is 3 hits nodig. En daar tel ik dus ook de hits bij die je moet doen. Letterlijk op die puntjes, laat maar zeggen, die verschijnen. Zodat je sneller weghakt. Ik ga het jullie gewoon laten zien. 1, 2, 3. Oké, dat zijn 3 hits. Dit kan niet sneller dan dat. Is onmogelijk. Kom je bij deze boom? Gaan we eens kijken hoe snel gaat dit. Het is precies dezelfde boom. Even groot. Laten we eens kijken. 1, 2. Zie je dat? En ik heb in totaal nu 610 hout. Dus je krijgt evenveel hout als het goed is. Maar op een of andere manier hoef je deze bomen maar 2 keer te hitten. Deze 3 keer. Dat zorgt ervoor dat je gewoon een stuk sneller klaar bent met looten. En met het verzamelen van materials. Dit was de eerste tip. Laten we doorgaan naar tip nummer 2. En voor tip nummer 2 moeten we eventjes respawnen. Namelijk, de tip is dat je ziplines moet gebruiken om sneller op de grond te komen. Nou moet ik eventjes een zipline zoeken. En het liefst moet je een zipline hebben die heel erg hoog in de lucht hangt. Wat zorgt de zipline nou voor? Die zorgt gewoon voor dat je stopt met gliden. Gliden is nou eenmaal een relatief trage manier om op de grond te komen. Maar op een gegeven moment kan je gewoon niet meer. Dus stel je wil hier op de grond komen, je hebt hier een zipline. Ga die zipline op. Spring er vanaf. En op het laatst redeploy. Moet je wel even oppassen dat je wel in een game mode zit waar je dus kan redeployen. Anders ga je dus fall damage pakken. Maar wat je ook kan doen, en dat doen veel mensen ook, als je dan uit de lucht komt vallen, dat je op een zipline springt en dan gewoon wacht totdat je uiteindelijk aan de andere kant bent. Want dan ben je ook eerder op de grond. Maar het is gewoon een kleine tip die heel handig is en die je heel erg goed kan gebruiken. Bijvoorbeeld bij, even kijken, hier zo bij de Change Games of hier bij Salty Springs. Daar heb je een paar van die ziplines die
heel hoog in de lucht zitten. En daar, als je daar dan vanuit de lucht komt vallen, dan kan je heel makkelijk daar eerst opkomen. En dan ben je zo een stuk eerder op de grond. Dat kan volgens mij echt 3 of 4 seconden schelen. En die secondes kan je dan weer gebruiken om dus de chest te openen en iemand te killen die ook probeert te landen op die locatie. Dus zeker een hele handige tip. Laten we dan doorgaan naar de volgende tip. En die heeft ook weer te maken met ziplines. Ik doe ze gewoon achter elkaar. Hiervoor moeten we wel even een item hebben. Een healing item hebben. Het liefst even de shield potion, aangezien ik zelf 100 HP heb. En kijken of die hierin zit. Nee, ik ga eventjes zoeken naar een item die mij kan healen. Nou, ik heb dus een big pot gevonden. En de tip is dat je een aantal manieren zijn dat je kan healen. Terwijl je dus aan het lopen bent. Of in ieder geval aan het moven bent. Op dit moment is er geen mogelijkheid om een shield te poppen en vervolgens ook te lopen. Dat kan gewoon niet in Fortnite. Je kan wel een heel klein beetje zo heen en weer. Maar meer dan dat kan ook niet. Dus dat is best wel vervelend. Soms wil je gewoon weggaan en tegelijkertijd healen. Nou is één van de tips. Gebruik deze zipline. Spring erop en heal. Heel veel mensen weten dit niet. Ik wil hem trouwens niet gebruiken. Maar je kan het gewoon gebruiken. Je kan gewoon tijdens het ziplinen kan je een shield potion gebruiken. Of een medkit of bandages. Maakt allemaal niet uit. Je kan het allemaal gebruiken terwijl je op zo'n zipline zit. Niet alleen op een zipline kan je het gebruiken. Je kan het ook gebruiken op planes. Als je op een plane zit en je vliegt weg. Ik kan het wel even voordoen. Ik ben toevallig heel dichtbij planes. Zo, ja. Als je namelijk op plane zit en je switch van seat terwijl je aan het vliegen bent. Ik ga het jullie meteen laten zien. Dan kan je, als het goed is, ook je shield poppen. Hetzelfde geldt voor Greasy Grove. Daar kom ik zo meteen nog wel even op terug. Maar ik ga het nu eerst even laten zien hoe het is. Bij een plane. Nou, stel je bent hier bij een plane en je vliegt en je bent beschoten of zo. Nou, dan druk je gewoon bij mij op control. Dan ga je bij de passagier zitten. Dan heal je en dan ga je snel weer terug. Dat zou je dus kunnen doen. Het is een hele handige manier. Dit kan je dus ook in je eentje doen, omdat je dus zo makkelijk kan switchen van seat en de plane die vliegt niet in één keer naar de grond. Die crasht niet in één keer, laat maar zeggen. Dus een hele handige tip. Dan heb ik nog één tip wat betreft het moven en het healen dus. En dat is namelijk bij Greasy Grove. Ik ben er nu een beetje ver vandaan. Maar hier bij Greasy Grove op het ijs. Als je daar, laten we zeggen, aan het glijden bent. Terwijl je aan het glijden bent. En als je dan niet echt loopt, laten we zeggen. Kan je ook gewoon healen. Dat is een hele handige tip. Doe ermee wat je wilt. Maar ik denk als je van de storm wegrent en je moet healen. Is dat een hele handige manier om te healen bij Greasy Grove. Laten we doorgaan naar de volgende. En hier heb ik weer een plane voor nodig. En laat ik nou net die plane hebben gedumpt. Dat is niet handig. Deal. Maar je kan namelijk nog iets met een plane. Iets heel handigs. Namelijk, je kan met een plane door een supply drop heen vliegen. Dan denk je, wat is daar handig aan, Dion? Wat kan je daarmee? Nou, ik ga het jullie laten zien. Laten we eens gaan zoeken naar een supply drop die naar beneden valt. En dan ga ik jullie laten zien wat ik bedoel. Alright, we hebben hier een supply drop gevonden. Stel, jij ziet een supply drop. En je hebt geen zin om te wachten totdat die op de grond is. Dan kan je natuurlijk proberen dat ding, het ballon kapot te schieten. Maar wat je ook kan doen, is dit. Ik ga het jullie gewoon laten zien. Dat ging niet helemaal goed. Laten we het nog een keer proberen. Oh, het is gelukt. Ja, het is gelukt. Jullie zagen het. Het was echt op het laatste moment trouwens. Maar wat je dus kan doen, is je kan door de ballon heen vliegen van de supply drop. En als je dat doet, gaat de ballon kapot. En dan dropt de supply drop heel erg snel naar beneden. Wat je dan moet doen, is meteen de plane uitspringen zoals ik net deed. En dan ben je heel erg snel bij je supply drop. Je kan het al doen terwijl die heel erg hoog in de lucht zit, zoals die. Alleen bij mij ging het echt 3 keer mis. Blijkbaar miste ik continu de ballon. Maar op zich moet het heel makkelijk zijn. Ik ben gewoon niet zo heel erg goed. En dan kan je dus deze supply drop openen. En dat is super handig. En daarnaast, als die ballon niet op de supply drop zit, dan valt de supply drop ook een stuk minder op. Dus dat is ook heel erg handig. Kan je op heel veel manieren gebruiken. Dus zeker weten een handige tip. Gaan we door naar tip nummer 5 inmiddels alweer. Maar voor deze tip moet ik even naar Creative. Dus ik ben zo bij jullie terug. Alright, dan zijn we nu aangekomen in Creative. En in Creative gaan we natuurlijk de volgende tips laten zien. De eerste tip in Creative wilde ik zeggen. Maar eigenlijk de 5e tip die ik voor je heb, is een manier waarop je heel snel een 1x1 kan bouwen. Je weet wel, een 1x1 is letterlijk dit zo. En dan, oh shit, ik ga er helemaal fout, joh. Je kan er helemaal niks van. Ik zei nogmaals, ik ben niet zo super goed. Maar dit is een 1x1. Eigenlijk gewoon, waar de hel?
What the fuck? Oh, hier is mijn ramp. Mijn ramp was random weg. Nou ja, maakt niet uit. Het gaat om deze 1x1. Deze kan je natuurlijk op deze manier bouwen. Gewoon heel simpel rondje draaien. Ik heb de 6 stiften niet hoog staan nu. Maar dit is in principe een 1x1. Het kan veel en veel sneller. Ik weet het. Maar ja, ik ga dus laten zien hoe je dit nog sneller kan doen. Stel, je hebt hier een hele enge lama. Dus een lama wil je gaan aanvallen. Je denkt, oh, ik moet snel omhoog bouwen. Maar je ziet dat het een pro-lama is. Deze lama heeft al, weet ik veel, 3000 wins. Dus je moet wat tegen doen. Je moet iets tegen deze persoon doen. Wat kan je doen? Je kan 2 ballonnen pakken. Op deze manier, bam. En als je dan springt, dan spring je heel erg hoog. Dat snap je, denk ik wel. Maar wat je doet, is je pakt dus die 2 ballonnen. En zorg ervoor dat je die op je rug hebt. Zorg ervoor dat je alvast begint met bouwen. En dan springen. En dan rondjes draaien. En dan rondjes draaien. Rondjes draaien. Rondjes draaien. En dan bouw je onder je. Het gaat helemaal fout hier. Je zou zelfs nog eentje hoger kunnen doen, zo. En dan zit je opeens. Nou, we zullen eens kijken. 1, 2, 3, 4, 5. Je hebt 5 hoog gebouwd, echt binnen no time. Echt in een paar seconden heb je dat gedaan. Dat is natuurlijk super nice. En op deze manier kan je een stuk sneller... Oh, ga ik het redden? Ja! En op deze manier ga je natuurlijk een stuk sneller... Bouw je natuurlijk een stuk sneller als je enemy. Dus een hele handige tip. Laten we dan meteen doorgaan naar de volgende tip. En dat is namelijk een head glitch voor een 1x1. Daar gaan we eventjes van naar beneden. Daar gaan we eventjes deze ballonnen voor laten weggaan. Stel, je komt dus alsnog deze lama tegen. En die heeft je helemaal naar beneden geschoten met zijn... weet ik veel... Met zijn RPG of zo, I don't know. Dan kan je ervoor kiezen om een soort van head glitch te doen. Ik ga het jullie gewoon laten zien. Wat je namelijk moet doen is een 1x1 bouwen. Maar het liefst een 1x1 van twee hoog, laat maar zeggen. Maar het gaat erom dat je in ieder geval iets kan doen hier. En dat is super handig. Ik ga het jullie gewoon laten zien. Je moet namelijk eerst even zo'n platformpje maken. Wat je dan vervolgens moet doen is vrij simpel. Bouw een ster. Edit hem dus op deze manier. Zo'n spiral staircase wordt het wel genoemd. Confirm. Plaats hem. En wat je dan hebt is dit muurtje hier. Dit muurtje zorgt ervoor dat je bijna niet te zien bent. Dus wat je dan moet doen, box jezelf in op deze manier. Trouwens niet op deze manier, want op deze manier gaat het helemaal fout. Zo, box jezelf op deze manier in. En dan heb je dit zo echt perfect. Je kan echt zo mooi het glitch hier. Kijk of ik de lama kan zien zo. Ja, daar is de lama. Oh, kijk hoe mooi vizier ik op hem heb. Je kan hem volgens mij nog moeilijker maken voor de enemies om je te hitten. Kijk of mij dat gaat lukken. Ik ben er bang van, aangezien ik er nu niet meer bij kan. Volgens mij kan je, als je het goed doet, kijk, ik maak het eventjes zo. Kan je ook dit doen, zo. Zeg ik dat goed? Ja, volgens mij zeg ik dat goed. En dan moet je deze natuurlijk weer even terug editen, zo. Bam, en dan heb je hier het nog moeilijker gemaakt, want dan kan je hier achter verschuilen. Dat is super nice, super vette manier om dus de enemies te pakken. Ik ga hem gewoon slaan. Boom! Oh, de lama is dood. Ik heb hem keihard gerekt. Maar dit is dus een hele makkelijke manier om te headglitchen. Dit wordt door heel veel pros gebruikt. Je ziet het ook wel vaker in bijvoorbeeld toernooien en zo. Maar dit is gewoon op zich een redelijk makkelijke manier om mensen te killen. Laten we dan doorgaan naar de allerlaatste manier om te headglitchen, soort van. Of een soort van... Nee, het is geen headglitch. Hoe moet ik het eigenlijk noemen? Het is een soort van peak tip. Stel, die lama staat er nog steeds. We plaatsen de lama wel eventjes opnieuw. Dat is misschien wel even makkelijk om te doen. Lama chest hier, bam. Ik had dat toevallig even de deagletje gedaan. Create lama, super nice lama. Hij is weer levend. Op een of andere manier heeft hij je shot overleefd. Dus moet je hem op een andere manier killen. Wat kan je doen? Bouw die 1x1 gewoon opnieuw. Bouw die 1x1 zo, boom. Oh, ja, boom. Waarom gaan mijn buildings altijd de grond in? Ik snap dat echt niet. Heel raar. Maar ja, je hebt een nieuwe 1x1 en je lama staat daar. Wat je kan je doen, trouwens een beetje een hele rare angle, dus ik doe het eventjes voor het gemak. Zet ik hier nog een lama neer, want dat zorgt ervoor dat het voor mij allemaal wat makkelijker wordt. Dat doen we zo, bam, create lama. En wat je dan kan doen als je zo'n 1x1 hebt, je kan natuurlijk wachten tot hij jou gaat pieken of zo. Maar je kan ook gewoon dit doen. Bouw een ramp voor je. Sla er 1 keer op, zodat je er doorheen kan kijken. Hoeft niet per se. Sommige mensen kunnen het ook anders doen. Wat je dan kan doen, is heel simpel. Oh, wauw. Die glitch is een creative, jongen. Moet je kijken hoe dit eruit ziet. Dat is echt niet goed. Maar wat je dus kan doen, is je kan wachten tot hij op jou schiet. En dan gaat dit dus weg en dan kan je hem neerschieten. Maar dat hebben we al een keer eerder laten zien. Wat je ook kan doen, en wat heel erg handig is, is zorg ervoor dat je hem zo edit. En zodra je hem confirm, moet je hem neerschieten. Dus bam. En dan boom. Ah, ik mis mijn shot. Dat is echt heel erg slecht. Maar normaal gesproken raak je shot dan. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Boom. We editen hem op deze manier. Confirmen en schieten hem gelijk dood. Oh, ik moest hem nog hier. Wat? Hoezo kon ik niet schieten? Wat de hel? We gaan het gewoon nog een keer doen. Plaatsen hem.
Edit. Confirm. Boom. Schiet. En ik weet niet waarom ik daar niet kon schieten. Wat de hel? Het is blijkbaar een bug in Creative. Maar in principe moet je dan meteen kunnen schieten. En verras je daar de enemy enorm mee. Want die verwacht natuurlijk niet dat je zomaar zoiets zo snel weg edit. Super fijne en super handige tip. Gebruiken. Want ik weet zeker dat je daar kills mee gaat pakken. Dames en heren, dit was het einde van deze video. Ik hoop dat jullie heel erg hebben genoten van deze video. Als jullie hebben genoten, drop even een like. Als jullie meer van dit soort video's willen, drop die like gewoon even. En laat het dan meteen ook eventjes weten in de reacties. Abonneer op het filmpje met een belletje aan. Klik op de video's hieronder. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. En peace out. Doei!